29, 28. Ja, goedemorgen jongens. 10 voor 10:30. 28 augustus 2018. Is de eerste dag van mijn werk weer. Want jullie hebben gezien. Ik ben een paar weken weg geweest. We zijn op vakantie geweest. Hebben we hard even nodig. Even chaos maken in Marokko. We beginnen gelijk met een GP. Moet je het op? Zie je shock hangen daar? Even leuk. We beginnen gelijk met de GP. Wat is er met de GP? Achtergrond aan de hand. Ik ga je laten zien. Kijk maar hier. Ik heb het helemaal los gemaakt. De achterbrug. Dus die moet ook los. Die knip moet nog een beetje in stijgen. Wat is er gebeurd? Kijk, hier zit je olie in. Dus hij is dwars doorheen gebonken. Dus hij is dwars doorheen gebonken. Hij heeft alles gesloopt, alles kapot gemaakt. Plaatje kapot, schroefjes kapot. Het zag helemaal niet meer uit, allemaal kapot. Dus wat hebben we gedaan? We hebben alles losgemaakt. We hebben die lager hebben we netjes weer schoongemaakt. Die was helemaal vies, allemaal vergruisd. Dat was van het aluminium. Dus die zijn helemaal netjes. Deze zijn we helemaal klaar mee. Hebben we schoongemaakt. Dus alleen deze gaan we nog een beetje schoonmaken. Deze gaan we nog schoonmaken. En daarna gaan we in elkaar douwen. En inderdaad, we gaan die rubbertjes vangen. Die horen hier tussen een rubbertje. Zeg maar, dat is het bekende probleem van de GP800. Dat ze altijd lekken. Het zijn deze rubbers. Die lekken altijd. Is best wel veel werk om het los te maken om even te vervangen. Je ziet even vangen, want dan moet gewoon alles los. En daarna die klem hier tussen. En dan de rest monteer je de rest van de motor. Dus hij moet eerst hierop gemonteerd worden. En daarna douw je hem daarop. Maar, even omdraaien. Maar als je met mega hier is die rubber, waar ik het over heb, die moet nog ik heb het losgesneden. Die gaan we er vanaf halen. Maar het geheim ervan, als je hem gaat monteren, moet het helemaal vetvrij zijn. Het moet helemaal super schoon zijn. Als je maar een klein beetje vet gaat zitten, dan gaat hij weer lekken. Het is een hele rare systeem dat we hebben gedaan. Ik vind het niet zo leuk, deze systeem wat we hier hebben gemaakt. Maar wat wij gaan doen, we gaan hem er vanaf halen en dan gaan we hem helemaal schoonmaken. En daarna gaan we die rubbers monteren. En die dekseltje is hier. Die nieuwe dekseltje die gaan we monteren is hier. En ook die nieuwe plaatjes en alle onderdelen die we weer gaan monteren, maken we helemaal netjes. We hebben ook de face nagekeken. We hebben de variateur, de koppeling nagekeken. Het zag er mooi netjes uit. Want in eerste instantie, hij maakte een vreemde geluid. We dachten, het komt daar vandaan. We hebben die kant losgemaakt. We hebben allemaal nagekeken. Het zag er gewoon allemaal netjes uit. Dus we gaan dit netjes in orde maken. Als we dit in orde hebben gemaakt, gaan we de motor een servicebeurtje geven. En dan gaan we de eigenaar bellen. En die kan weer lekker rijden met de motor. Dus ik ga jullie weer terugbrengen daarheen. Dan gaan we die rubber monteren. Hier waren we. We hebben helemaal schoongemaakt en ingezet. Dat is helemaal top. De bombine is er zo gerot. Daar achter zit het niet. Ja, die kleppen, dat ook. Nee, maar die bromma had het probleem met kleppen. Die kan misschien hier niet. Dan hangen ze door, kijk of die nou wat doet. Ja, dat moet ik wel kunnen zien. Nee. Dit is hij. We gaan hem even helemaal schoonmaken. Kijk, dit is gruis van die andere tandwieltje. Die we los hebben gemaakt. Helemaal schoongemaakt. Helemaal mooi netjes, mooi schoon. Mm-hmm.
Ah, weg met apen. Ja, kan niet. Deze heeft niet dingen mee te maken. Deze kamer moet aangesloten worden. Zo mogelijk. Ik heb hier fout gemaakt. Kijk, en dan gaan we helemaal schoonblazen. Kom hier. Even kijken. Die is er overgehaald. Kijk hoe mooi het is. Het is helemaal nieuw. Kijk, dit is tegen Iris Noord. Wij gaan ietsjes verder dan normaal. Het ziet er helemaal mooi uit, netjes, super mooi uit. Dit is de overgang. Deze kamertje. Deze min is de Ah, ze is met mij bezig hier. Dat is zo. Ja. Is goed, Joe. Dus wat we gaan doen is, we gaan deze losmaken. Als we deze losgemaakt hebben, daarna gaan we deze rubber monteren. Als we hem willen losmaken, dan moet hij dus de bankschroef. Kom maar, loop maar naar de bankschroef. Achterin. Jullie nog allemaal kleppen en allemaal rotten. Kijk. Mijn klep hier en zo. Die borgplaatjes allemaal plat slaan. Kijk, als je alles schoonmaakt en alles netjes opruimt, dan heb je overzicht. Dan kun je weinig fouten maken. Dan zie je, het is allemaal duidelijk wat je aan het doen bent. Als het allemaal vies is, je wil de moeite niet voor een uurtje of een ander of een half uurtje langer doorgaan. En dan krijg je chaos. En dan wordt het uiteindelijk een halve dag later als je fout maakt. Even schoonmaken. We hebben het allemaal netjes schoongemaakt. Het ziet allemaal netjes keurig uit. Het is allemaal goed zichtbaar. Thank you.
Onder, onder hangt die sok, aan de linker adres, onder bij jou. Juist. Ja. Kijk, wat we nou gaan doen is, we gaan dit helemaal vetvrij maken, helemaal super schoon. Dan zetten we hem erop en dan die rubber erop. Het mag helemaal niet vet zijn. En dan gaan we in elkaar zitten. En precies hetzelfde aan die kant. Dus dat schoonmaken, het heeft geen nut om te kijken hoe ik ga schoonmaken, weet je. Het is gewoon goed boenen, goed schoonmaken met remreiniger, jongens. Dus we laten het bij dit. Als wij rare dingen of vreemde dingen, mooie dingen zien of tegenkomen die jullie moeten zien, dan gaan we zeker erbij roepen. Dus voorlopig laten we het hierbij. We gaan even nou schoonmaken, tijd voor schoonmaken. Auf Wiedersehen.